De binnentuin van het provinciehuis in Gent was vandaag zaterdag 21 juli de locatie voor de uittrekking van de predicaten koninklijk aan 12 Oost-Vlaamse verenigingen. Ook Pascal Carel mocht uit handen van Prins Laurent deze officiële erkenning ontvangen. Een hoogdag voor wielerclub Denderclub Nienhoven en de kroon op 75 jaar vrijwilligerswerk. Pascal Carel, proficiat als voorzitter van Denderclub, nu koninklijk. Ja. Het is een drukke week geweest, neem ik aan, hè? Het is een klein beetje hectisch geweest. Dus wij hebben onze organisatie dus donderdag gekregen, die ook een groot succes was. Veel volk, het publiek was goed, de organisatie was goed, veel renners. En dan dit er bovenop, dus ik denk dat dat een mooie afsluiter is voor ons jaar 2018. Ja. Dank u. De kers op de taart en ook eigenlijk een hulde van de gouverneur aan de vele vrijwilligers die Oost-Vlaanderen samenhouden. Ja, het is dankzij die vrijwilligers allemaal dat het sociale leeft in Oost-Vlaanderen. Waarschijnlijk in Gans-België ook, maar hier is natuurlijk Oost-Vlaanderen. En ik denk dat dankzij die mensen die zich inzetten, vrijwillig inzetten om al die activiteit te organiseren, dat dat zeker een bedanking moet krijgen. Want het is zo dat alles blijft geven, alles blijft leven en alles moet blijven leven. En ik denk dat die verenigingen zeker onbetaalbaar zijn. Dus een feestje binnen de koninklijke vereniging, dat zit er wel aan te komen, denk ik? Normaal wel. Hè. Dus vorig jaar hadden we al gezegd 75 edities, maar nu zijn we met 76 edities, maar wel 75 jaar. Nu zijn we echt 75 jaar. Want dat hebben ze vandaag wel niet vermeld. Je kunt dus koninklijk worden vanaf 50 jaar. Maar bij ons is het dus wel 75 jaar. Dus wij hebben er waarschijnlijk nog iets bovenop te doen. En we gaan samen nog eens een leuk feestje hebben. Ja, klopt. Nienhof Media is het regionale nieuwsmedium voor Nienhoven en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Nienhoven en de Denderstreek op nienhofmedia@telenet.be of 0495 69 32 72.